Senior Circo is ons jaarlijks straattheaterfestival in Antwerpen, dat we in verschillende wijken in en rond het centrum organiseren. Dat is op 3 zondagen in juni, die zijn wel gepasseerd natuurlijk, en nu ook op 3 zondagen in september. Wij voorzien steeds 2 volledige voorstellingen per zondag. Dus je krijgt steeds andere artiesten die hun nieuwe werk komen tonen op de grasplanen in en rond Antwerpen. Wat krijgen we dit jaar te zien? Wel, vandaag staan we weer op de Boeienwei op Linkeroever. Er is net een voorstelling, de première van Company Midnight is net gepasseerd. Dat is een heel spectaculaire voorstelling met vliegende messen. Messen die vanuit de lucht komen. Ze gooien messen naar elkaar enzovoort. Het is echt wel adembenemend. Ik denk de artiesten waren ook heel erg zenuwachtig omdat de eerste keer is dat ze het voor een publiek brachten. Er mocht niks fout lopen. Dat hebben we net gezien en zo meteen is er ook To Be Queen, een voorstelling rond een grote koninginnenbij die iedereen de bijenbeen roept omdat er gestaakt wordt bij de bijen enzovoort. Maar het is eigenlijk een voorstelling aan een grote trapeze. De voorstellingen zijn dus niet alleen voor kinderen? Nee, dat klopt. Je zou echt kunnen zeggen, ja, laten we zeggen 6 tot 80 jaar. Het zijn geen, we hebben geen clowns die jongleren of zo, of bellenblazen, dat hebben we niet. Het zijn echt wel voorstellingen. En de voorstellingen duren wel gemiddeld 40 tot 45 minuten, maar het is altijd wel spectaculair. Dus voor een heel brede groep van mensen. Het is puur straattheater. Klopt. Ja, want we noemen het wel Senior Circo en mensen denken vaak dat het alleen circus is. Het is niet in circustenten, het is allemaal in open lucht en het zijn echt wel voorstellingen. Dus het is letterlijk straattheater, we hebben het liever over straattheater dan alleen maar circus. Ja, waarom moeten de mensen komen kijken? Ze moeten zeker komen kijken omdat het is gratis. Het is in Antwerpen, op mooie plekken in Antwerpen. Het is internationaal vaak, maar het is voor iedereen heel mooi om te zien. Iedereen kan er wel iets uit halen, jong en oud. En het zijn echt prachtige voorstellingen vaak. En we zijn heel erg blij dat het ook dit jaar, een beetje door de coronacrisis, vaak ook premières zijn. Dingen die voor het eerst eindelijk kunnen spelen. Dat is natuurlijk in ons voordeel.